Hallo. Wat ik vandaag met jou ga delen is eigenlijk meer iets voor mensen die wat filosofisch zijn aangelegd, die graag dieper nadenken over dingen. En dat mag. En ik wil ook mijn gedachtenspinsels met jou delen. En ik wil met nadruk ook zeggen dat dit geen absolute leer is. Het is geen absoluut dogma wat ik ga verkondigen. Je moet het zelf toetsen in je hart. Maar ik wil het toch graag met je delen, omdat het mij helpt. Ik heb het idee dat ik echt inzichten van God ontvang. Mij is niet alles duidelijk, maar een aantal grote lijnen zijn voor mij wel duidelijk. En ik zal wat dingen met je delen, gewoon vanuit mijn hart. En het is misschien wat afwijkend van de standaard gedachtes die je in de christelijke wereld tegenkomt. Maar soms, ja, ik merk dat ook veel hooggevoeliger dan ook wel eens tegen aanlopen, tegen het beperkt denken, dat je niet over bepaalde grenzen heen mag denken. Terwijl de Bijbel daar wel alle ruimte over geeft. Want ik wil met jou namelijk iets gaan delen en nadenken over de factor tijd en de tijdlijnen die er zijn. En dat de tijdlijn zoals wij die ervaren niet de absolute werkelijkheid is. En dat de Bijbel eigenlijk laat zien dat er hele andere tijdlijnen gaande zijn, dat er hele andere dimensies zijn. Die onze dimensie doorkruisen, waardoor we eigenlijk weten dat waar wij in leven is eigenlijk maar een soort illusie en is niet de daadwerkelijke werkelijkheid, die is veel groter. En daar wil ik iets met jou delen, maar ik wil toch graag een zegen vragen, dat ik ook woorden mag spreken waarin toch ook ja, de geest doorheen mag spreken en in jouw hart ook, je mag zelf voelen of het refereert, of het voor jou kloppend voelt. Hemelse Vader, bij u is alle wijsheid, bij u is alle inzicht. Heer, en u bent een mysterie. We zullen u ook nooit ten volle kunnen begrijpen, maar we mogen ons hart wel steeds meer openen voor de openbaring die u wil geven in ons hart. Want er is niks verborgen of het is bedoeld om uiteindelijk openbaar te worden, Heer. En ja, ik geloof dat u er zich in verheugt als uw kinderen zich uitstrekken naar inzicht en wijsheid. Het proberen te doorgronden. Heer, zonder in het dogma te vallen. En ik bid, Heer, wilt u ons mind openen, wilt u onze geest openen, wilt u onze hart openen voor inzichten die u ook zelf heel graag met ons wilt delen. Heer, wilt u mij de woorden geven om datgene waar ik een glimp van heb ontvangen, Heer, om dat ook onder woorden te brengen, dat ook de luisteraar het mag verstaan door openbaring van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eigenlijk beginnen met dat Jezus zelf bijzondere uitspraken doet over zichzelf. En dan vragen ze: wie bent u? En dan zegt Jezus van: eer Abraham was, ben ik. Niet was ik, maar ben ik. En dus hij zegt eigenlijk de ik ben. Dus daarmee suggereert hij eigenlijk dat hij er al was voordat Abraham er was. En dat is ook helemaal in lijn met de openbaring die ook het Nieuwe Testament geeft over Jezus. Want er staat ook letterlijk dat door Jezus alle dingen geschapen is. Alle dingen geschapen zijn die er zijn. Alles is door het woord tot stand gekomen en Jezus is het woord van God. Dus Jezus was er vanaf het begin. Hij is helemaal betrokken bij de schepping. Dus Jezus is voorbij tijd. Hij is voorbij ruimte. En ja, ik wil eigenlijk iets delen over het masterplan, het goddelijk plan wat God heeft met de kosmos, met het universum, wat alles omvat, hè? De hemel, de aarde, het plan met de mensheid. God heeft een enorm plan. God is een en al liefde, hij is een en al kracht en hij is continu bezig zichzelf te expanderen. God, ja, is al oneindig en toch groeit God. Omdat hij steeds nieuwe dingen creëert. En daarin maakt hij hele bijzondere, ultieme, hele hoge goddelijke plannen. En een van die plannen, tot nu toe, ik denk het mooiste plan wat God ooit gemaakt heeft, alles wijst daartoe, is het plan met de mensheid. En God heeft de mensheid geschapen vanuit zijn hartsverlangen om een bruid te hebben. Dat lezen we uit de Bijbel. Het gaat uiteindelijk om een ultieme liefdesrelatie met God. Dat is het enige doel waarom God de mens heeft geschapen, omdat hij een bruid verlangde voor zichzelf. Natuurlijk zijn het maar symbolen, zodat wij er iets van kunnen begrijpen. Maar de werkelijkheid, de diepgang, gaat nog veel verder dan dat.
Hij heeft de mensheid gestopt als vooropleiding in een tijd-ruimtedimensie. Dus hij heeft het eigenlijk de hele universum, de hele kosmos, de hele geestelijke werkelijkheid heeft hij gecomprimeerd in een driedimensionale werkelijkheid. Wat slechts maar een heel klein onderdeeltje is van de totale werkelijkheid, want die is multidimensionaal. Maar God, om zijn plan ten uitvoer te brengen, heeft hij het eigenlijk de werkelijkheid gecomprimeerd in een driedimensionale werkelijkheid waar wij nu in leven. Van tijd en ruimte. Daarin, in die tijd-ruimte, heeft God de kiem, het zaad, van de mens gelegd. Hè, wat de potentie in zich heeft om te groeien naar godheid. Want God verlangt naar een andere godheid om zichzelf mee te delen. Een godin, hè, met wie hij zichzelf kan delen. Maar die godin, die kan hij niet zomaar zeggen, godin, u zei daar. Nee, die moet gevormd worden naar zijn beeld. Dus dat begint met een zaadje. God zaait zijn bruid in een kinderkamer als het ware, in een kweekkas, in een kweekvijver. En die kweekvijver is ons universum. En in het universum neemt de aarde een centrale plaats in. Ik weet best wel dat natuurkundig is dat niet zo. Natuurkundig draait de aarde om de zon enzovoorts. Maar geestelijk draait alles om de aarde. Omdat op de aarde de mens is geplaatst door God. En in die zin is de aarde een unieke planeet, geestelijk gezien. Misschien zijn er nog wel miljoenen andere planeten, precies als de aarde, maar er is, ik geloof echt dat de aarde geestelijk gezien een unieke planeet is, omdat daar geestelijke wezens wonen die geschapen zijn naar het wezen van God. Nou, voordat God met zijn plan begon, wist God al dat Jezus Christus, die uit God zou voortkomen, voor de mensheid zou sterven. Dat hoort als onderdeel van het plan van God. Dat is onderdeel van het plan om een bruid voor zichzelf een bruid te werven. Het kon niet anders. En dat staat ook in de Bijbel beschreven. Er staat in de Bijbel beschreven dat jij en ik zijn al voor de grondlegging de wereld, dus voordat God met zijn goddelijk plan, zijn masterplan begon, zijn we al in Christus voorbestemd om uiteindelijk de bruid van Christus te zijn. Dus jij en ik waren al in gedachten voordat hij überhaupt begon met de schepping. En dat laat al zien dat wij geschapen zijn buiten de ons bekende dimensie van tijd en ruimte. En vanuit de kwantumfysica weten we ook dat er veel meer dimensies zijn dan de ons waarneembare vier dimensies. Hè, van lengte, hoogte, breedte en de tijd. De wetenschap heeft dus door de kwantumfysica kunnen bewijzen dat er meer dimensies zijn en dat materie, zoals wij dat waarnemen, eigenlijk gewoon energie is in een bepaalde vorm. En we weten ook dat er veel meer energie is dan dat wij kunnen meten. Men noemt het ook wel de nulpuntsenergie. En er is eigenlijk een oneindige hoeveelheid energie om ons heen. En op het moment dat je die energie kunt omzetten in een voor ons bruikbare vorm, dan kom je in die vrije energie. Hè, daar zijn technieken voor om dat te doen en die worden angstvallig verborgen gehouden. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar ik wil alleen maar zeggen dat de wetenschap inmiddels ook al weet dat er veel meer is dan dat wij kunnen waarnemen en kunnen meten. En dat er gewoon buiten onze bekende tijdlijn en dimensies, er ook gewoon andere dimensies zijn, andere tijdlijnen, en die kunnen elkaar kruisen. En op het moment dat een andere tijdlijn of een andere dimensie, onze dimensie, kruist, dan krijg je eigenlijk waarnemingen die je niet kunnen verklaren met onze huidige natuurkunde. En dat noemen we dan wonderen. Maar ja, dat zou wel te verklaren zijn als je gelooft in andere dimensies. Je kunt het vergelijken met een plat vlak. Stel dat wij platlanders zijn. En er verschijnt ineens een bol. Een platlanders die meer in een tweedimensionale werkelijkheid leven, die kennen geen drie dimensies. Die weten niet wat een bol is. Die kennen alleen maar een stip en een cirkel. Maar weten niet wat een bol is. Dus op het moment dat een bol hun ruimte kruist, wat zien ze dan? Dan zien ze eerst een stip.
En die stip wordt een cirkel. De cirkel wordt steeds groter en groter. De cirkel wordt weer kleiner en kleiner. Wordt een stip en verdwijnt. Nou, voor een plattelander is dat onmogelijk. Er gebeurt iets, dat is magisch. Dat kan niet. Dat kan niet, want zij kennen dat niet. Zij kennen alleen maar stippels en lijnen. En die kunnen ook niet verdwijnen. En die kun je altijd blijven volgen. Dus een wonder is eigenlijk op het moment dat een voorwerp uit een andere dimensie, een meerdimensionaal voorwerp en een minderdimensionaal ruimte kruist. Ja, God is natuurlijk multidimensionaal. En waardoor ook engelen bijvoorbeeld gewoon in één keer kunnen verschijnen en weer kunnen verdwijnen en van vorm kunnen veranderen. Nou ja, dat kan allemaal. Het is gewoon verklaarbaar als je gelooft dat er meerdere dimensies zijn. Dat is maar even een heel simpel voorbeeld. Maar zo kun je ook verklaren dat, zo is onze tijdsbeleving, is ook helemaal niet absoluut. Alles is relatief, maar ook onze tijdsbeleving is relatief. Wij denken het verleden kan nooit meer gebeuren en de toekomst moet nog komen. Nou, dat is onze beleving. Maar bij God ligt dat anders. God gaat voorbij tijd en ruimte, gaat ook voorbij tijd. Dus daarom dat God al duizenden jaren geleden tot in detail kon voorspellen dat Jezus zou komen en op wat voor wijze hij gekruist zou worden. Tot in detail. Hij kon dat door middel van profeten voorspellen, omdat het allemaal al bekend is. Omdat onze beleving van tijd en toekomst en verleden en heden is niet zoals God dat beleeft. Bij God is er gewoon een eeuwig nu. Hij is de ik ben die ik ben. Zo openbaart hij zichzelf ook aan ons. Dus zijn beleving van tijd is heel anders. En wij zitten gewoon vast, tijdelijk zitten wij vast in een tijdelijke tijdruimte met een doel. Met een doel om hier te groeien tot geestelijke volwassenheid, zodat wij op een door God bepaald tijdstip naar klas 2 kunnen gaan. We zitten nu in klas 1 en als wij genoeg geleerd hebben, dan mogen we naar klas 2 en dan kunnen we doorgroeien naar het beeld dat God voor ons heeft en de goddelijke bestemming die God voor ons voor heeft. Nou, wij hier op aarde zitten in een leerschool, de mensheid zit in een leerschool en de mensheid moet door bepaalde processen heen. Nou, in dat goddelijk plan, dit multidimensionaal plan, heeft Christus, Jezus Christus, een cruciaal betekenis. En want er zijn een aantal scharnierpunten in dat goddelijk plan. En ik ga er een paar noemen. Ik ga er een drietal noemen. Omdat die heel belangrijk zijn. Omdat die te maken hebben met onze tijdruimte. Want toen God de tijdruimte creëerde. Nou, wanneer is die tijdruimte eigenlijk ontstaan? Nou, als je dat naar de natuurkunde kijkt. Dan is die tijdruimte zoals wij dat beleven. Is eigenlijk ontstaan bij die oerknal. Daarvoor. Ja, weten eigenlijk niet zo goed wat er was, maar op een gegeven moment is daar ooit een keer een begin geweest. Er is een oerknal gekomen en vanuit die oerknal ontstond daar die tijdruimte. En in het begin, in de eerste fractie van de seconde, was die tijdruimtebeleving ook anders dan nu. Tijd kan zich ook verdichten en uitrekken, dat is ook volgens de theorie van Einstein. Maar in ieder geval, het explodeerde, de Big Bang noemen wij dat. En dan sommige christenen zeggen van nee, dat kan niet, want God sprak en het was er. Dus dat is niet zo gegaan. Nou, mag je allemaal zelf weten hoe jij erin gelooft. Voor mij sluit het een het ander niet uit, want God heeft de tijd. Dus als God miljard jaar vooruit trekt om het heelal te creëren, wat is miljard jaar? Miljard jaar is helemaal niks als je in een andere dimensie spreekt. Want God kan een miljard jaar scheppen in één dag. Het is een kwestie van vanuit een ander perspectief, vanuit een andere dimensie gaan denken. Wij zitten een heel bekrompen denken en daarom denken we, oh, het kan niet. Het ene sluit het andere uit. Maar als je eventjes op een afstandje gaat kijken en je leert multidimensionaal zien en waarnemen, want we zijn multidimensionale wezens, dus we zijn geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En we zijn geest, we hebben een ziel en we wonen in een lichaam, nou, alleen ons lichaam is gebonden aan de tijd-ruimte dimensie. Maar onze ziel en onze geest zijn multidimensionaal. Wij kunnen dus ook op meerdere plaatsen tegelijk zijn vanuit onze geest. En daarom dat we zowel in de hemel als op de aarde kunnen zijn. Vanuit onze geest zijn we, hebben we ook toegang tot andere dimensies. En
Jezus legt ook uit dat wij overgebracht zijn van het koninkrijk, van de duisternis naar het koninkrijk van God. We zijn nu al, hebben toegang tot de hemelen, tot de meerdere dimensies van het koninkrijk van God. Nou, ik had het over een aantal scharnierpunten. Nou, het eerste scharnierpunt in de multidimensionaal goddelijk masterplan is het moment van de schepping van de mens. Al het andere is een voorbereiding, het heelal en de aarde en de sterren en de zon en de dieren, de planten, en dat is allemaal voorbereiding om een ruimte te creëren, een volmaakte ruimte waarin de mens gezaaid kan worden. Waarin de mens, die met een hele hoge goddelijke bestemming heeft, die hoger is dan de engelen, gezaaid kan worden met als doel om op te groeien tot die volwassen bruid die Christus waar Christus zich mee kan verenigen. Zo eindigt ook het boek Openbaring, het eindigt de Bijbel, het openbaringsboek, met de bruiloft van het lam met de bruid. Dus daar gaan we met elkaar naartoe als mensheid. Nou, het begint dus met het zaaien van de mens op aarde. God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En daar kan ik ook nog heel veel van zeggen. Dat heb ik al in een andere video ook gezien. God schiep de mens, Adam. En toen zag God dat het niet goed was. Wat was niet goed? Dat Adam alleen was. Nou, toen God Adam schiep, dat was al geweldig. Het was al heel bijzonder. Maar dat bracht nog niet zo heel veel beroering teweeg in de geestelijke wereld. Want de engelen die waren dat wel gewend, dat God wezens schiep. God heeft ook de engelen geschapen. En toen God de mens schiep, hadden ze dan niet gelijk door dat die mens, Adam, zoveel hoger was dan de engelen. Maar toen God de vrouw schiep, en dat is eigenlijk heel bijzonder, dat is ook iets wat God mij heeft geopenbaard, en daar ga ik zo wat dieper op in. Dat was eigenlijk een scharnierpunt. Het eerste scharnierpunt was toen God de vrouw uit de man schiep. Want toen ontstond er een wezen, voor het eerst in het geschiedenis van het hele multidimensionaal universum, als ik het zo mag noemen, een wezen die op God lijkt en in staat is om in zichzelf nieuw leven te ontvangen, nieuw goddelijk leven. Dus er kon in haar gezaaid worden en dan werd in haar een nieuw leven, nieuw goddelijk leven verwekt. Nou, dat was een ontwerp, dat is een concept wat nog nooit eerder heeft plaatsgevonden in de kosmos, in de multidimensionale geestelijke werkelijkheid van het Koninkrijk van God. Dus we zien ook dat toen de engelen en de geestelijke wezens dat gingen realiseren, wat God had geschapen uit de mens, uit Adam, toen kwam er beweging in de geestelijke wereld. Want pas toen gingen de engelen zich bewust worden van wat er plaatsvond, wat voor groots plan er op het punt stond om te ontvouwen. En ik vermoed heel sterk dat toen er ook een scheiding kwam in de geestelijke wereld. Er kwam een stukje jaloersheid, er kwam een val vanuit de geestelijke wereld, omdat engelen door hadden dat de roeping van de mens hoger was uiteindelijk dan die van hen. En een deel van de engelen wilde dat voorkomen. En dat ontstond pas eigenlijk op het moment dat de vrouw geboren werd, of eigenlijk werd geschapen uit de man. Want we zien direct dat de Satan, die uit de hemel was gevallen, daardoor zich als een slang manifesteerde in het paradijs om de vrouw te verleiden. Want hij wist gewoon, die vrouw moet ik hebben. Want die vrouw is het zaad waaruit Christus geboren gaat worden. Die vrouw heeft het zaad in zich waaruit de gemeente Gods geboren gaat worden. Dus ik moet haar hebben. Om het plan van God te verijdelen, te doorbreken, maar ook om een eigen plan uit te voeren. Want de Satan had die mens, die vrouw ook nodig voor zijn eigen plan, want hij wilde eigenlijk voor zichzelf beginnen. Maar hij kon dat niet, want hij kon geen nieuw leven scheppen. Maar nu die vrouw er was, kon hij door middel van die vrouw verwekken. En
De Bijbel heeft het erover dat Jezus heeft een gelijkenis. Dan zegt hij, er was een zaaier die ging uit om te zaaien en hij zaaide in zijn akker. En toen kwam de vijand en die zaaide verkeerd zaad, die zaaide onkruid. En toen zei Jezus van ja, het moet maar opgroeien tot de oogst. En met de oogst zal het onkruid verzameld worden en dan zal de korf verzameld worden, want het moet samen opgroeien. Op een of andere manier is dat de bedoeling. Dus ik geloof in een almachtige God. Ik geloof niet dat God denkt, wat gebeurt er nu? Ik geloof dat alles onderdeel is van Gods plan. Dus ook de zondeval is onderdeel van Gods plan. Ook de val van de engelen is onderdeel van Gods plan, op een of andere manier. Want God wist het. God schrok niet, God heeft het allemaal geweten, heeft zijn kosten berekend en zegt, en toch ga ik het doen. Nou, dat begrijpen wij niet helemaal, hoeft ook niet. Als je kiest om God te vertrouwen, dan is het genoeg. Oké, op een of andere manier, God is liefde, Gods plan is volmaakt en blijkbaar is dit nodig, op een of andere manier. Dat geeft mij in ieder geval een stuk rust en ook om al die verschrikkelijke dingen die gebeuren om ons heen, ook vandaag de dag, daar kom ik zo nog op, om dat een plek te geven. Ik kan dat alleen maar een plek geven op het moment dat ik kan aanvaarden en geloven dat alles zal meewerken ten goede. Dat alles onderdeel uitmaakt van Gods plan, ook al zien we het niet, ook al denken hoe kan dat dan, hoe kan zoiets afschuwelijks nou onderdeel zijn van Gods plan. Dat komt omdat wij nu in die aardse tijdruimte zitten, in die bekrompen visie van ons denken. We kunnen alleen maar 1 millimetertje zien, terwijl God het totaalplaatje ziet. En als wij het later gaan zien, denken we, oh wauw, wat een geweldig plan van God. Maar nu kijken wij door raadselen. Maar door het vertrouwen, door het geloof, kun je een groter geheel zien. Dus ik geloof dat de zondeval ook onderdeel uitmaakt van Gods plan. Omdat het onderdeel uitmaakt van ons leerproces. Omdat we geestelijk alleen maar kunnen groeien. En ik kan het niet goed uitleggen, maar ik voel wel aan dat het nodig is. Je kunt alleen maar geestelijk krachtig groeien. Als je ook kennis hebt van duisternis. Als je ook weet wat er buiten, gebeurt. Dat je niet een kastplantje bent. Niet alleen maar omringd bent door liefde en gerechtigheid en vrede. Maar God wilde een mens tegenover zich, een bruid, een vrouw, die als hij is. En God zegt ook zelf in de Bijbel dat toen de zondeval er was, nu is de mens geworden als een van ons, kennende van goed en kwaad. Dus blijkbaar was het nodig. Het is nodig dat wij ook kennis nemen van kwaad. Voor onze geestelijke ontwikkeling. We moeten weten wat kwaad is. Niet dat we er bewust naar moeten zoeken, maar we moeten ermee mee leren omgaan. En dus die zondeval is nodig voor ons leerproces. Ik zeg niet dat alles nodig is. Gedeeltelijk is ook door onze eigen foute keuzes dat we het veel erger maken dan per se moet. Maar het proces van ook de duisternis leren kennen, ook leren kennen wat zonde is, wat destructie is, wat haat is, dat kunnen waarnemen, voelen, ervaren en ondanks dat kiezen voor het licht, dat maakt dat liefde in ons leven betekenis krijgt. Want liefde heeft geen betekenis als ze niet getest en getoetst worden. Oké, dus de vrouw ontstond en de vrouw was goddelijk gemaakt, want zij kon nieuw leven ontvangen. Vanuit kwetsbaarheid, vanuit puurheid, vanuit schoonheid kon de vrouw nieuw leven ontvangen. En dat was de bedoeling ook, want God zei, wees vruchtbaar en word talrijk. Dus de vrouw had als taak om nieuw leven in zich te ontvangen, nieuw leven te baren en de aarde te bevolken met en de mensheid. Natuurlijk samen met de man, maar de vrouw is daarin een hele belangrijke functie en is ook de beeld, de afspiegeling van de bruid van Christus. Nou, juist die vrouw heeft de Satan willen verleiden. En dat heeft hij ook gedaan. Het is ook gelukt. En niet alleen in het paradijs, door de mens, de vrouw en de man te laten eten van de verboden vrucht. Maar ook later, vlak voor de zondvloed, dat was ook de zondvloed, is daar de reden van, staat er in de Bijbel, dat de zonen Gods zagen dat de dochters van de mensen schoon waren. Dus de Satan die zag zijn kans waar, die zegt van nu heb ik vrouwen, nu ga ik in die vrouwen mijn eigen zaad zaaien. Dus eigenlijk het vijandig zaad. En dat wordt in de Bijbel ook beschreven. Vroeger dacht ik, ja, dat kan niet. Maar toch steeds meer kom ik tot de conclusie dat het wel degelijk gebeurd is.
eenmalig in de geschiedenis dat God heeft toegestaan dat de gevallen engelen lichamelijk gemeenschap hebben gehad met de vrouwen van toen. En daaruit zijn de reuzen voortgekomen, de overheersers. Ook wel Anunnaki genoemd, of het heeft meerdere woorden. Dat wordt beschreven in de Bijbel, heel sumier. Maar in het boek Henoch, wat ook aangehaald wordt in de Bijbel, wordt er veel meer en veel gedetailleerder over geschreven. En dat is eigenlijk ook de reden, omdat er toen zo'n grote duisternis op de aarde kwam, zo'n groot demonisch bolwerk. Toen heeft God ook gezegd, nou, in deze mate, nu moet ik gaan ingrijpen, want anders gaat het helemaal fout. En toen kwam de zondvloed, waarmee eigenlijk ja, die Anunnaki, die reuzen zijn uitgestorven. Maar de invloed is niet geheel uitgestorven. En daar zijn ook weer theorieën over, maar dat is die invloed, die zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar. Want wat hebben namelijk die gevallen engelen gedaan? Die hebben de mensheid onderwezen in tovenarij. Die hebben de mensheid onderwezen in allerlei geheimenissen, geheime kennis, waar de mens eigenlijk nog niet aan toe was. Maar de gevallen engelen hebben de mensen dat onderwezen om macht over hen uit te oefenen. Ja, en dat onderwijs, dat heeft zich op een of andere manier, is dat doorgegaan. Die kennis die bij de mensheid is gebracht, die is door die zondvloed niet volledig schoongewassen. Ik weet niet of dat er nog overlevenden zijn geweest, of dat het via geesteswerk weer later weer naar de mensheid toe is gekomen. Maar in ieder geval, dat zaad wat de gevallen engelen hebben gezaaid, dus dat is niet alleen geestelijk zaad, maar dat is ook fysiek lichamelijk zaad. He, dus het heeft zich ook in de DNA van de mensheid is het gaan zitten. Dat is zich gaan vermengen met het menselijk ras. En dat is dus één scharnierpunt. Dus de zondeval, he, dus zowel de zondeval in het paradijs als de val van de engelen die zich hebben vermengd met het zaad van de mensen. Dus die twee zondevallen, zeg maar. Dat is een scharnierpunt geweest. Toen begon eigenlijk een heel intens leerproces, waarbij de mens moest leren omgaan met het onheilig zaad, om die strijd tussen licht en duisternis, tussen zonde en heiligheid, daar moest de mens zich daar tegenover zien te verhouden, en moest dus vanuit zijn eigen geest, vanuit zijn eigen wil, leren om zich rein te houden, leren om zich af te keren van het kwaad en zich heel bewust uit een bewuste vrije keus te kiezen voor God. Want dat wilde God. God wil een volk dat zich, kennende het kwaad, zich bewust uit liefde keert tot God. En dat is waar God naar uitziet. Hij wil zijn bruid winnen door liefde. Want liefde, dat is het enige wat in staat is om een bruid te creëren waar God naar verlangt, die gelijk is aan God. Het moet een vrije keus zijn. God kan niet een volk opeisen voor zichzelf. Hij kan niet een volk dwingen. Het moet een vrije keus zijn. En daarom moest de mensheid ook overgeleverd worden aan die testen. Op een of andere manier moest dat. Ja. Dus dat eerste scharnierpunt is de zondeval. De eerste en de tweede zondeval. Het tweede belangrijke scharnierpunt in de multidimensionale werkelijkheid is de komst en het sterven, het lijden en de opstanding van Christus. Dat is niet alleen maar een aardse gebeurtenis geweest, 2000 jaar geleden. Nee, dat is een kosmische gebeurtenis geweest. Net zoals de schepping van de mens ook niet alleen maar een aardse gebeurtenis is geweest, maar een multidimensionale gebeurtenis is geweest. Zo is ook de komst van Christus. Het was al voorbereid voor überhaupt God met zijn schepping begon. Het is een multidimensionale gebeurtenis, een scharnierpunt in het tijdgewricht van de multidimensionale werkelijkheid, waarin alles bij elkaar komt. Het is ook niet alleen 2000 jaar geleden gebeurd, maar Jezus was er altijd al. Maar het is kijk, op onze tijdlijn is 2000 jaar geleden. In de multidimensionale kosmos is het gewoon een punt in de geschiedenis, een scharnierpunt, wat onderdeel is van het plan van God. Want ook voordat Jezus in onze tijdlijn was gestorven, was Jezus al aanwezig. Dus Jezus is ook al in het Oude Testament aanwezig. En Jezus is
tot aan de dag van vandaag aanwezig. Dus er is een eeuwig nu. Maar er is wel een momentum, er is een scharnierpunt. En dat is de komst van Christus. Dat heeft God ook van tevoren al ingepland in zijn goddelijk plan. Dus dat is weer een nieuw scharnierpunt in de geschiedenis. Vanaf toen werd eigenlijk de bruid van God geboren. Vanaf toen kon de mens de geest van Christus weer ontvangen. Hè, waar Adam en Eva mee verbonden waren, door de zondeval kwijtgeraakt. En door de komst van Christus, die heeft de weg bereid dat de mensheid weer de geest van Christus, de Heilige Geest, kon ontvangen. Nou, dat is een kosmische gebeurtenis geweest, een multidimensionale gebeurtenis. Op een of andere manier ook met terugwerkende kracht. Want Jezus is niet alleen voor jou en mij gestorven en voor de hele mensheid. Hij is ook het dodenrijk ingegaan. Hij heeft ook daar het evangelie gepredikt. Nou, dat wordt in de Bijbel wordt gewoon heel simpel genoemd het dodenrijk. Maar ik geloof dat hij daar een multidimensionale werkelijkheid naar binnen is gegaan. Dus dat hij op veel meer gebieden dan alleen onze aardse tijd-ruimte-dimensie, hij is op veel meer gebieden, heeft hij bevrijding en verlossing bewerkstelligd. Ik geloof zelfs in alle multidimensionale werkelijkheden die er bestaan. Het was gewoon bam. En Christus heeft daar door zijn sterven en lijden, het is niet alleen maar een aardse ding geweest, het is een multidimensionale overwinning geweest. Over alle krachten, onzichtbare machten, alle overheden, machten en krachten in alle dimensies zijn daar overwonnen. Het is niet alleen een lijfelijk, fysiek sterven aan het kruis geweest. Het is veel en veel meer geweest dan dat. Het heeft zich alleen gemanifesteerd in onze aardse tijdlijn. Dus het stukje wat wij ervan hebben kunnen zien, zijn leven en sterven en opstanding, is maar een fractie van wat er geestelijk werkelijk heeft plaatsgevonden. En door dat te gaan zien en geloven, wordt het eigenlijk nog veel machtig mooier, de betekenis van het sterven van Christus. En dan kun je ook veel beter begrijpen dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Want het was niet zomaar een mens die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Nee, het is God die zichzelf in een vorm van onze tijdruimte zich even kortstondig heeft geïnvesteerd om in een multidimensionale werkelijkheid een geestelijke doorbraak te forceren, waarmee eigenlijk het goddelijk plan weer naar een ander geestelijke dimensie werd gebracht, een scharnierpunt. Dus dat was de komst en het leven, het sterven en opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Het vindt allemaal plaats in 30 jaar eigenlijk in onze tijdruimte. Dus eigenlijk is het gewoon een fractie van een seconde in de eeuwigheid. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat een scharnierpunt is. Waardoor eigenlijk het goddelijk plan weer naar een ander level wordt opgeheven. Namelijk naar een geestelijk level. Dus op dat moment werd de Heilige Geest uitgestort. En kon de mensheid werd opgetild eigenlijk naar een nieuw geestelijk level. Nou, het volgende scharnierpunt waar we naartoe gaan, en dat is waar we nu bijna aan zijn, is de voltooiing van het goddelijk plan in onze aardse tijdruimteplan. Dus we hebben van de schepping tot nu is 5000 jaar. En van nu, van de schepping tot Christus is ongeveer 5000 jaar. En van Christus tot nu is weer 2000 jaar. Dus bij elkaar zitten we ongeveer aan 7000 jaar. Nou, 7 is getal van volheid. Dus er wordt een bepaalde tijdperiode wordt dan afgesloten. En er wordt een nieuw tijdperk ingeluid. Nou, wij staan aan de vooravond van dat derde scharnierpunt. Een belangrijk scharnierpunt in de kosmische geschiedenis van de mensheid, want wij staan op het punt om deze periode, deze aardperiode van tijdruimte, waarin het donker en licht met elkaar vermengd is, waarin het onkruid en het goede zaad met elkaar vermengd zijn, dat wordt binnenkort afgesloten. En dan gaan wij als mensheid, als volk van God, die voor het licht hebben gekozen, die voor Jezus hebben gekozen, gaan naar een nieuw tijdperk toe. En de Bijbel spreekt over het duizendjarig vrederijk en over de wederkomst van Christus. Maar dat zal dus het derde scharnierpunt zijn, wat gewoon binnenkort gaat gebeuren. En binnenkort is altijd een rekbaar begrip, want wat is nou binnenkort, als je praat over duizenden jaren, dan maakt een tiental jaar maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want wij kennen niet de tijdlijn van God.
Maar dat is wel het derde scharnierpunt wat er aan zit te komen. En alle tekenen van deze tijd voel je gewoon aan. En ook bij de Bijbelse profetieën dat we aan de vooravond staan van dat derde scharnierpunt. En dat zal een heel mooi scharnierpunt zijn waarin wij een nieuw tijdperk mogen binnengaan. Waarin het hemelse en het aardse, zoals het door God bedoeld is, gaat samensmelten. Waarin het onze Vader, wat Jezus ons heeft geleerd, werkelijkheid gaat worden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wat al 2000 jaar bidden met elkaar. En Jezus heeft ons dat gebed ook leren bidden, omdat hij wist het gaat gebeuren. Dat is de volgende scharnierpunt. En dan gaat het geestelijke daadwerkelijk plaatsvinden, dat het hemels en het aardse zich met elkaar gaan verbinden. De duisternis wordt weggevaagd, het onkruid wordt verzameld en wat overblijft is eigenlijk, dat wordt zichtbaar wat God al die jaren hier op aarde heeft bewerkt door zijn geest achter de schermen. Zoals een borduurwerk, als je naar de achterkant kijkt, dan lijkt het nergens op. Op het moment dat je dan omdraait, van oh, dit is wat de geest heeft bewerkt. Nou, zo is het ook in ons leven. Soms kan ons leven lijken alsof het allemaal puinhoop is en strijd is en toestanden. Maar wat we niet doorhebben is dat op de achtergrond God iets heel moois aan het weven is in onze ziel, in onze geest. Dwars door alle testen en toetsen en beproevingen heen. Nou, dat gebeurt in ons eigen hart en dat gebeurt ook collectief met de mensheid. Dus wij zien eigenlijk alleen maar in het aardse, in die aardse dimensie zien we allemaal ellende en ziekte en pandemie en oorlog en strijd en toestanden. Maar in de geestelijke dimensie is God iets prachtigs aan het weven en aan het voorbereiden. En op het moment dat die wind van God door de aarde heen blaast en alles wordt weggewaaid wat niet goed is, dan blijkt ineens dat daar een bruid overblijft die door Gods geest gevormd is, stralend zonder vlek of rimpel. Nou, dat is de derde scharnierpunt waar we naartoe gaan, waar we met elkaar naar uit mogen zien, wat een heerlijk vooruitzicht is. En dat wil ik gewoon even met jou delen als een bemoediging, dat Jezus, die heeft alles in zijn hand. We zijn al vrijgekocht, we zijn al zijn eigendom. En wat ons te wachten staat is zo fantastisch mooi, want we zijn geroepen om zijn bruid te zijn. Dus daar mag je nu al je hart op richten. Je mag je er nu al in verheugen, want dat is nu al waar je in mag wandelen. En de lessen waar we hier op aarde doorheen gaan, zal ons alleen nog maar dichter bij hem brengen. En zal de Heilige Geest in ons, zal steeds meer Jezus in ons zichtbaar laten maken. Doordat we steeds meer, ook onder druk, steeds meer eigenlijk op Jezus gaan lijken en de godsvrucht in ons leven steeds meer zichtbaar wordt. Oké, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Pin me niet vast als een leerstelling over van nu heeft Robert dit gezegd en dat gezegd. Nee, toets het gewoon in je hart. Ik ben me bewust dat niet alles standaard is wat wordt uitgelegd of gepreekt in de kerken. Maar dat wil ook niet zeggen dat het niet waar is, want de Bijbel is zoveel meer. Er zit zoveel rijkdom in, er is zoveel ruimte in de Bijbel voor multidimensionale werkelijkheden. Alleen wij weten er met elkaar heel weinig van en heel weinig mensen durven daarover na te denken. Maar het mag. En de Bijbelverzen die laten duidelijk zien dat er heel veel ruimte is voor een mysterie. Wat zoveel groter is dan dat wij kunnen bevatten. Dus je mag daar over nadenken, je mag daar over filosoferen, je mag je daarin bewegen, je mag er glimps van zien, je mag je daarna uitstrekken, je mag om openbaring vragen, want God wil alles aan ons openbaren, want niks is verborgen, er is geen geheimenis of God wil het aan ons openbaren op de tijd dat God ervoor rijp acht. Ik wil graag afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u zoveel groter bent dan dat wij kunnen beseffen, doorgronden, dat hoeft ook niet, Heer, maar we mogen wel ermee bezig zijn, Heer, we mogen vol verwondering, Heer, uw geheimenissen gaan doorzoeken, daarna doorvorsen, opdat u zichzelf steeds dieper aan ons kunt openbaren, Heer, en dat we ons in kunnen verheugen, in nieuwe inzichten die van u mogen ontvangen. En ik bid ook, Heer, dat mijn woorden, Heer, die ik heb uitgesproken, dat gewoon vrede, vreugde, geloof mag uitwerken in de harten van mensen, dat u zelf gewoon maar kenbaar maakt, Heer, wat voor die persoon bedoeld is en wat niet, en wat misschien niet helemaal klopt en wat wel uit u is. Heer, het zijn, en ik nodig u uit, Geest van God,
heeft zelf gezegd, je hebt niet van nodig, je hebt niet nodig dat je onderwijs van buiten ontvangt, want de Heilige Geest zelf zal je van binnenuit onderwijzen in de weg van de waarheid. Heer, en zo bid ik, wilt u met uw geest de waarheid komen en in ons hart, in onze geest, Heer, de wijsheid openbaren die u aan ieder van ons, ieder persoonlijk, ieder op zijn eigen uniek niveau wil openbaren. Heer, ik wil u danken dat wij uw geest hebben, uw geest van wijsheid en verstand en raad en sterkte en de geest van openbaring. En ik bid, Heer, dat de geest der waarheid ons allen zal leiden tot de volle waarheid. In Jezus' naam. Amen. God zegen.